Daar gaan ze. Mausje wordt even geknipt, jongens. En dan wacht ik in de auto, want die mag maar met één persoon naar binnen. Maar in ieder geval, goedemorgen allemaal. En leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Let niet op mijn haar, dat zit niet helemaal naar wens. Dat wil niet, dat zit niet, dat is één drama. Deze pluk staat al de hele ochtend overeind. Tot je er eng van wordt, zo irritant. Maar goed, goedemorgen. Het is vandaag maandag en het is vandaag alweer 8 maart, jongens. Het gaat zo snel, zo hard. Oh, ik kan die riem loslaten. Ik had een riem tussen mijn benen geklemd, want Maus die dacht net even, weet je wat, we gaan even een gat erin bijten, want we hebben toch niks te doen. Ja, dus dat is weer verrot, maar goed, maar niet uit. Ik zit in de auto, helemaal ready aangekleed natuurlijk. Ik ga jullie even gauw lekker ongemakkelijk laten zien wat ik aan heb. Ik heb mijn witte Champion schoenen aan, zwarte broek, deze gewoon chille comfy trui en mijn zwarte bonte spijkerjack. Die is gewoon lekker warm. Is alleen kort, maar wel lekker warm. Ik wacht dus heel even tot Maus terug is. Er is vandaag niet heel veel te doen. Er is morgen niet heel veel te doen. Er is woensdag niet heel veel te doen. Donderdag niet en vrijdag ook niet waarschijnlijk. Ik heb tot nu toe de hele week vrij. Is niet erg, maar is wel dat ik denk, oh... vind ik een beetje vervelend. Mijn vader is daarentegen 3 dagen vrij. Dus dat is wel lekker waarschijnlijk. Ik had het met mijn pa over. Ik zeg, joh, kunnen we niet gewoon lekker een dagje dan lekker naar Hoek van Holland gaan of zo. Om daar lekker te gaan wandelen over de pier buiten. Hoeven we ook geen mondkapje op. Kunnen we gewoon afstand bewaren. Ja, het leek mij wel een goed plan. Mijn pa zegt, ja, daar zou ik eigenlijk ook al over na te denken. Dus waarschijnlijk gaan we dat ook ergens deze week wel even doen. Vind ik maar even lekker. Gewoon lekker even erop uit. Even wandelen. Even hoofdje leegmaken. Heerlijk chill. Verder eigenlijk niet zo heel veel te doen vandaag. Ik moet zo meteen wat YouTube dingetjes gaan doen. Even wat mails checken. Ik heb gisteravond laat nog even wat mails beantwoord. En verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel te doen vandaag. Buiten dat ik de camera zo meteen ga opladen. Want die is dus gewoon letterlijk leeg. Die heb ik dus afgelopen week niet meer opgeladen nadat ik de weekvlog had geëindigd. Dus dat is wel even een ding. En ik moet mijn haar trouwens wassen, want dat is een beetje vettig. Ik denk dat het daarom ook niet helemaal goed zit. Maar goed, we wachten eventjes af tot Maus terug is. En dan rijden we weer lekker naar huis. Ik wil even een kopje koffie drinken, want... Oh, ik heb een half kopje koffie op, omdat we weg moesten. ik had mijn koffie nog niet op, dus de andere helft staat nu nog thuis. Die drink ik zo meteen wel op. Dat is, kan er verder ook geen kwaad. Verder, ja, niet zo heel erg veel te doen eigenlijk vandaag. Het is een vrij rustig en fijn, relaxed dagje. Ik weet verder niet wat ik vandaag ga doen. We gingen vandaag een paar cavia's scheren, hoorde ik van mijn moeder. Die wilde op Lieve, Lexi en Dortje gaan scheren. Die hebben natuurlijk echt van die boshaar. Dat doen we niet helemaal af hoor, maar gewoon iets korter. Want op een gegeven moment wordt dat heel erg vies. Het lijkt niet op het feit dat ik heel veel aan het gapen ben, want ik heb een beetje rotte geslapen vannacht. Ik ben ook heel laat gaan slapen. Het is normaal niks voor mij. En mijn werker ging vanmorgen om 6 uur terwijl ik vrij was. Dus ik dacht, oh, die heb ik niet uitgezet. Dus het was een beetje drama vanmorgen. Hé! Hey. Oh. Hij komt terug zonder kooi. En zonder Maus. Oh, die wacht zeker in de auto of zo dan. Nou, in ieder geval... Dat is de planning voor vandaag. Hij komt aanlopen. Waarom komt hij aanlopen zonder gaai? Dat is raar. Goedemorgen jongens en meisjes. Het is vandaag dinsdag. Ik ben op tijd wakker. Ik was rond half zeven wakker. Maar toen dacht ik, nee, ik heb nog geen zin om eruit te gaan. We gaan er ook gewoon nog niet uit. Dus ik ben blijven liggen en toen belde Kimmetje om... Hoe laat belde zij? Hoe laat was dit? 7:55. Die belde om even te babbelen. En Kim, haar vriend Jan, die komt zo deze kant op. Kim heeft vandaag wat dingen te doen. Dus het is wel gezellig dat Jan even deze kant op komt. Want zit hem maar te wachten. En je mag niet in het ziekenhuis blijven tegenwoordig. In verband met corona mag dat niet. Ik vind dat nog steeds een beetje apart. Maar goed.
Ik ben in ieder geval wakker, even met Kim gekletst, maar Jan die staat dus zo meteen over nu 45 minuten voor de deur. En ik loop er nog steeds zo bij. Dus ik ga me even aankleden. Ik wil eigenlijk vanmorgen vroeg even de vlog gaan editen, maar goed, ik heb even koffie gezet. Het is trouwens super donker in mijn kamer, sorry. Wacht, ik ga die heel even aan doen. Ik ga het meteen doen. Oeh, het werkt. Ik heb even koffie gezet. Die drink ik zo even op. Ga ik even gauw snel wassen aankleden. Misschien even heel snel douchen. Ja. Ik ga wel even gauw douchen. En dan, ja, zijn we hier. Tenminste, zijn we weer bij een nieuwe dag. Ik moet wakker worden. Oké, een koffietje drinken en even snel de douche. En dan aankleden. Goed, nou we zijn lekker in focus. Volgens mij, oh, ik kan het zeggen. Ik ben klaar. Ik ben opgemaakt. Alleen er zit bruine oogschaduw onder mijn linkeroog. Ik zie ook dat het daar net even iets donkerder is. Maar goed, make-upje heb ik erop gedaan. Ik heb de laatste er weer foundation op mijn gezicht. En dit is best wel een hele lichte. Tenminste, qua verhouding is het een hele lichte foundation. Dus ik heb niet het gevoel alsof er een hele dikke laag op mijn gezicht zit. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg fijn. Want ik vind het eigenlijk gewoon vreselijk om foundations op te doen. Maar omdat mijn gezicht er de laatste tijd echt niet uitziet. Ik heb dus schijnbaar iets gebruikt aan producten wat mijn hele gezicht heeft doen ontploffen. Mijn hele gezicht zit onder de rode bultjes en puistjes en dingen. Dus dat is echt wel een beetje drama. Maar goed, maakt niet uit. Ik ben trouwens aangekleed. Gewoon een zwart shirtje en een zwart spijkerbroek. En mijn slof. Ik wilde eigenlijk mijn TikTok-legging aan gaan doen. Maar toen dacht ik, nee. Ik ben niet zo van de leggings of zo. Misschien wel voor 's avonds, maar overdag heb ik eigenlijk, ook al doe ik niks, 9 van de 10 keer altijd een spijkerbroek aan. Maar ik ga heel even een video kijken. Want dat wilde ik dus nog doen. En daarna dan is het wachten op de komst van Jan. Het is nu 10 voor 9 al. Ik heb trouwens wel gedoucht. Mochten jullie het afvragen. Ik stond in de badkamer en dacht ik, ja weet je, ik kan net zo goed gewoon even gaan onder de douche. Dat is net zoveel tijd als dat ik me eigenlijk nu even uitgebreid ga wassen. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik ga nu heel eventjes, dat is echt wel mijn ding, ik weet niet of jullie dat weten. 'S morgens kijk ik heel vaak, als er geen nieuwe video's online zijn van mensen die ik kijk, dan kijk ik altijd een morning routine van iemand. En dat zoek ik gewoon op en dan ga ik gewoon zoeken en kijken. Zo dus ook nu. Ik ga nu dus een morning routine van iemand kijken. Ik heb nog geen idee van wie. Maar zo kom ik dus eigenlijk ook wel achter nieuwe YouTubers en zo. En dat vind ik heel erg leuk. En ik ga... en ik 's avonds kijk ik trouwens eigenlijk altijd avondroutines van mensen. Dus heel grappig eigenlijk. Hou ik heel veel inspiratie uit. Ik vind het heerlijk om daar gewoon naar te kijken. En dan vervolgens mijn eigen avondroutine te starten. Maar ik ga even een ochtendroutine kijken en eventjes schoenen aandoen, denk ik. Of zal ik mijn slof gewoon aan? Ik hou mijn slof gewoon aan. En ja, that's it. Goed, mijn ouders en Jan zijn even naar avontuur. Ja, mijn moeder had daar dingen nodig en toen zeiden ze van nou, laten we dan met z'n allen gaan. Ik ben hier gebleven. Alleen werd ik net gebeld door mijn oma. Die heeft namelijk een rouwkaart in de bus gekregen. Als jullie even met mij terugdenken aan de tijd dat ik nog stage liep in Hart van Groenewoud, hier in Spijkenisse. Ja, daar zat de buur. Ik heb op de afdeling stage gelopen waarbij de buurvrouw van mijn oma, dus ik kende haar ook heel goed, is geplaatst, zat tenminste. Dus daar was ik super blij mee toen de tijd dat ik haar kon verzorgen en haar gewoon kon zien. Ik kon kijken hoe het met haar gaat. Maar... misschien voelen jullie hem aankomen. Ik heb net te horen gekregen van mijn oma dat zij er niet meer is. Ze is overleden, waaraan weet ik niet. Toen mijn oma dat zei, kreeg ik serieus het echt heel even moeilijk. Ik schrok echt wel heel erg dat ik dacht van, dat meen je niet. Wil is voor me, ze heette Wilhelmina. Ze was voor mij geen familie of zo. Maar omdat ik haar natuurlijk kende als zijnde buurvrouw van mijn opa en oma. En uiteindelijk haar in Hart van Groenewoud ook heb verzorgd.
was het wel even een ding dat ik dacht van shit hé. Ik had echt een hele goede klik met haar. Ik was een van de weinigen die heel makkelijk met haar dingen kon doen. En ze liet alles toe bij mij. Het was altijd gezellig. Het was echt een vrolijk vrouwtje. Maar ja, die is er dus nu niet meer. En daar schrok ik heel van. Ik heb ook echt serieus net even een paar tranen gelaten. Komende vrijdag is haar crematie. Ik ga daar ook heen. Ik heb tegen mijn opa en oma gezegd, joh, ik heb dan wel geen uitnodiging gehad. En ik sta er nu eigenlijk los van omdat ik daar geen stage meer loop. Zeg maar omdat jullie natuurlijk buren zijn geweest van haar. En ik haar ook gewoon super goed ken. En ik daar natuurlijk heb stage gelopen. Ik zeg, vinden jullie het erg als ik met jullie meega? Ook mijn opa en oma zeggen ook. Ik zeg, nee, tuurlijk is dat niet raar. Dus ik ga daar vrijdag heen, puur om uit respect en als laatste eer voor Will. Maar het is wel heel even dat ik dacht, fuck hé. Het was zo'n lief vrouwtje altijd, het was super gezellig. Ze was wel echt serieus dement, maar er kwamen echt zinnige dingen uit. En ik heb serieus ook Will terughelpen herinneren aan mijn opa en oma die toen nog buren van haar waren. Dat ik echt vroeg van, joh, ken je die en die nog? En toen was het, ja, dat is waar. En op de een of andere manier rakelde ze dat wel weer op. En dat vond voor mij gewoon heel erg fijn om met haar daarover te praten. Omdat ik haar natuurlijk voor die tijd al kende. Ja, shocking. Echt shocking. Ik had het echt heel even moeilijk net. Maar ik weet natuurlijk niet waar Aans is overleden. Ik hoop niet aan corona. Nou weet ik wel dat op die afdeling corona is of is geweest, dat weet ik nu niet. Dus ik hoop niet dat ze daaraan is overleden. Dat zou echt vet kut zijn. Natuurlijk, überhaupt overlijden is vet kut, maar ik hoop niet op die manier. Dat gun ik er niet, dat gun ik niemand. Ja, maar het was wel even shocking. Ook mijn oma kreeg het gelijk moeilijk, want ja, die kent Will natuurlijk. Ze wonen daar echt al 16 jaar. Ze kent Will al 16 jaar, ze ging altijd bij elkaar op de koffie kletsen, weet ik het wat allemaal. Dus ook mijn opa en oma hebben heel veel voor haar gedaan. Dus dat was wel even een momentje om te slikken. Dat was heel lastig. Ik besef het ook eigenlijk niet. Ik denk me eigenlijk in één keer van, ja maar hoe? Waarom? Ondanks dat het geen familie is, staan zulke soort mensen toch echt heel snel heel dichtbij je. Zeker in de zorg. Ik moet heel, echt heel eerlijk zeggen dat er ook echt bewoners zijn geweest. Onder andere ook in Hart van Groenewoud, waar ik echt een goede band, een goede klik mee had. Die uiteindelijk overleden. En dat ik echt dacht van shit, waarom? En dat ik het daar ook echt moeilijk mee had. Maar dat zijn dingen die moet je uiteindelijk in de zorg los kunnen laten. Dan zal het met Will ook wel gaan, maar... Will stond ietsje dichter bij me dan alle rest van de bewoners daar. Omdat ik haar natuurlijk persoonlijk al langer kende. Dus dat is wel een ding. Maar goed, ik wou het toch even mededelen. Op de een of andere manier om mezelf een beetje te kunnen uiten. Maar ja, ik schrok daar wel heel even van. Had ik niet verwacht. Maar hopelijk heeft ze daar verder nog een mooie tijd gehad. Buiten dat ik daar niet meer ben geweest. Maar... ja, ik hoop dat ze daar een goede tijd heeft gehad. Trouwens, buiten al dat, ik ben lekker YouTube aan het kijken. Ik ga even lekker een broodje maken. En ja, dat was het eigenlijk. Even lekker YouTube kijken, lekker chillen. Lekker relaxen. Goedemorgen jongens, het is 9:30. Het is woensdag en ik heb uitgeslapen voor een lange tijd. Ja, uitgeslapen. Ik ben vannacht een paar keer wakker geweest omdat ik heel veel hoofdpijn had. Maar ik ben nu pas wakker. Ik ben wel aangekleed al. Ik heb een jongensbroek aan en een soort crop top dingetje. Zonder BH vandaag. Even informatie. Misschien een beetje raar. Maar ik draag altijd BH's. En ik dacht vanmorgen in één keer. Ik zat een video te kijken van Alicia Marie. Die zat dingetjes te vertellen. Ze zegt, joh, waarom moeten vrouwen zich altijd verplicht voelen om BH's te dragen. En toen dacht ik, ja dat is waar. En toen dacht ik, hey weet je wat, ik ben gewoon thuis, who gives a shit. Ik heb gewoon een shirtje erover aan. Dus ik ga gewoon vandaag lekker zo door het leven. Ik heb me trouwens wel gewassen. Ik ga alleen eventjes nu mijn haar doen, fatsoeneren. En mijn bed opmaken, gordijnen open, al dat soort dingen. Je kent het wel. En even een kopje koffie drinken. En ik ben trouwens een beetje verkouden aan het worden de afgelopen dagen. Dat ik denk, dat is ook een beetje gek. Dus ik hou vandaag eens lekker mijn gemak. Zoals de hele week al eigenlijk.
Update. Ik heb inmiddels avond gegeten en opgeruimd en wassen gedraaid en wassen opgehangen en was aangezet en van alles voor dit bezoek. Kijk nou! De vakantie is nu al begonnen. Nee, nee, Estie slaapt hier, want die is morgen vrij. En ik ben ook vrij. Ik moet zondag pas. Ik zit ook elke keer mijn lampjes in mijn nek. Wat zitten we trouwens op dit bed nog steeds? Ja, ik heb dus het bed voor Estie weer uitgeklapt. Maar we zitten dus met z'n tweeën hier, terwijl we daar kunnen zitten. Ik snap het doel er niet helemaal van, maar goed, maakt niet uit. Het is wel gezellig, zo in het hoekje. Maar ik had er net met Estie over. Ik wil met de tijd, als de windows weer open zijn, iets van een slaapbank of zo neerzetten. Dat ik gewoon een bankje in mijn kamer heb en gelijk ook een bed als er mensen komen slapen of iets. Dan koop ik een kussentje. Met de letter A. Dan koop jij je eigen kussentje. Dat is goed. Met de letter A. Krijgt die een plekje op mijn bank. Goed? Echt hoor. Maar trouwens, mag ik die hoesjes? Ik wil je hoesjes laten zien. Oh, natuurlijk. Ik heb twee hoesjes laten maken. Ook voor mij eentje trouwens met marmer. Super cute. Mooi. Ik vind hem echt leuk. Maar er zijn dus twee hoesjes laten anders maken. Anders dan met telefoon. Met geel. Kijk hoe vet. Ik zit er ook op. Zo leuk. En ik kijk met geel. En deze is leuk. Kijk hoe vet. Met Danny. Ik ga Danny taggen hierin. Kijk, er is de achtergrond. Charlie. Het is niet meer Danny. Het is niet meer Danny. Maar die is ook deze veel. Is wel Danny. Kijk, als je het zo je doet. Je voorgrond wel. Hier, kijk, deze is wel gewoon nog Danny. Maar je kan ik kan mijn achtergrond niet laten zien. Kijk. Ik kan mijn tijd niet eens laten zien meer. Dus echt, dat is echt wel vervelend. Dit is mijn achtergrond. Ik ga ook nog foto's zoeken. Misschien heb ik hem nog. Kijk, Danny heeft hier zijn eigen fotootje. Het is trouwens 7:15. En Ash heeft Burger King gegeten en ik ook. Ik had extra bijbesteld voor mezelf. Ik heb gewoon avond gegeten, maar ik had extra. Dit is mijn achtergrond. Oh ja, die heb ik als achtergrond. Danny. Die heb je hier niet op. Nee, ik heb andere dag. Die had ook leuk geweest. Nog een nieuwe maken. Met alle ontbrekende foto's. Oh ja. Dus nee, Estie slaapt vanaf hier. Maar ik ga zo meteen even mijn kledingkast nog uitzoeken. Wat ik dus vanmorgen al zei. Maar ik ga zo eerst even douchen, denk ik. En dan heb ik dat gehad. Ik ga überhaupt nu denk ik even douchen. Want ik heb geen zin om te wachten. Dus dat. I'm back soon. Goedemorgen allemaal! We zitten in de metro onderweg naar Blaak. Om een kopje koffie te halen. We vlogen net bijna door de metro omdat hij heel benauwd is. We wilden de ramen openzetten. Maar goed. Ik ga nog dood hoor. Ja, het is heel warm hier. Het is echt drama. Maar goed, maakt niet uit. Mijn leven is één drama. Oh. In ieder geval. Op naar. Ik heb het tegenlicht. Op naar de zon. Goed, we zijn weer thuis en ik heb Lady Gaga Oreo's gehaald. Focus. En Ash en ik gaan niet proberen, ik ben heel bang eigenlijk. Waar is mijn andere koekje? Ik heb nog wat. Ik ga jullie even neerzetten. Wat heb jij gehaald dan? Ik heb nog wat anders. Is dat mijn tasje? Nee, of niet mijn tasje? Welke? Nee, die daar bij jou staat is van jou. Klinkt ook zo logisch. Ik ben echt benieuwd hoe dit smaakt. Wat is dat? Oh, bah! Ik lust dit dus echt niet. Maar ik wil ze wel proberen. Moet je even midden breken dan? Het is, het is eentje. Ja, het is één zo groot dan. Kijk! Het is wel zoet. Oh my god. Het is ook echt fel roze. Oké, ik ben benieuwd. Waar moet dit naar smaken? Ik weet niet. Het smaakt heel raar. Het staat er ook niet op. Sandwich cookie. Ja, maar het staat niet op. Ik weet het. Kijk maar. En hoeveel vet er is dit. Pink colored. Golden. Oh, golden. Dat vind ik een B. Cookie.
met green cream. Sandwich cookie. Ja, heel erg interessant eigenlijk. Een cookie inspired by Lady Gaga. Nou, Lady Gaga, je hebt weinig smaak. Ik smaak echt naar niks. Maar, er staat een code op. Wat voor code? Nee, ik ga het scannen. Fun. Ja, dat is ook zo. Het is fun. Waar is mijn camera? Dat weet ik niet. Op je telefoon. Hier. Daar. Wat is de camera dan? Neem ik altijd foto's. Dat kan niet best zijn. Dat is weg. Camera weg. Kom dan. Kan niet dan weg zijn. Hier. Daar. Oeh, spannend. Oh. Follow us on Instagram. Wat is dit? Oh. Het kan niet in ons land. Het kan niet in ons land. Ik heb het niet. Nou, hebben wij weer. Dus ik ga je ook niet volgen. Deze was 2 euro, hè, dit dingetje. Dit ding was 3,50 euro. Zitten 6 koekjes in. 6? Maar er staat 2 servings. Nee, 6. Nee, maar kijk, hier staat. Ja, ik zag het ook staan. Hier zo aan deze kant. Hier, kijk. Oh nee, 3. Hier. Surf size 2 cookies. 3 en dan zit dat. 3 keer 2. 1, 2, 3. Oh, die manier. Kijk, dit is gewoon zo'n cupje. Hij is wel lekker. Oh. Maar jij lust dat niet. Je ruikt het al. Ik ga een klein stukje afsteken. De rest mag jij proeven. Milk chocolate, het milk chocolade. Dus ruim genoeg voor mij. Al te veel waarschijnlijk. Kijk hoeveel pindakaas. Oh. Ik lust dus geen pindakaas. Dus geen pinda's, geen pindakaas. Dus ook niet die pinda's die je altijd op je haarnaam van, weet je wel? Die zou ik pinda's. Die zou ik met die soms. Maar dan moet ik er extra zout overheen gooien. Oh ja. Maar ik vind het vreselijk. Maar ik heb nog nooit zo eens gegeten. Oh, die kleins niet. Ik heb het nooit gegeten. Toch? Oh nee, we hadden toen die bar geprobeerd. Ja. Video. Maar die was niet, die is niet lekker. Die, die reep. zo lekker. Lekker. Zo blij ook, hè. Zo ik ga morgen weer een kopen. Echt? Je kan het ook bij de kruid, bij de... Wat heet het? Bij de Action... Ja, bij de Action heeft ze ook. Wordt die lekkerder? Je hebt ook geen drinken boven. Neem een snoepje. Ik heb pindakaas in mijn mond. Oh. Moet je een pilletje? Ik heb er water mee in. Die lus is een... Maakt me niet uit. Je hebt ook nog een drop achter je camera. Hè? Weet ik. Ik lust geen pindakaas. Eeuw, dan heb je pindakaas met watermeloen. Hoeft alleen maar zuur. Is een zuur, hè? Heel gek. Ze zijn heel zuur, die, die dingen. Wat een ervaring. Eeuw, hij is zacht aan de onderkant. Ja, fietsen. Je moet nog lekker opeten. Wat een ervaring. Oké. Okay. Oh mijn god, ik ben blauw van kleur. Wacht even. Nee, zaterdag vind ik ook cool. Oh, dat is beter. Oh, goedemorgen. Hey. Oh, jongens, het is vandaag vrijdag. Wat? Zaterdag zit nu ook vol. Ja. Maar ik kan toch dingen voor je meenemen? Ja, maar je hebt maar 10 minuten.
Ja, dus, maar ik heb maar twee dingen nodig. Ik ben binnen 2 minuten waarschijnlijk klaar. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag. De laatste dag van de weekvlog alweer. Ik moet zeggen, het gaat wel lekker op de een of andere manier, toch wel. Maar, vandaag een leuke dag, maar ook een iets minder leuke dag. Ik heb zometeen eerst een afspraak bij de Poelmeer in de stad samen met Ash. Ik heb gisteren samen een afspraak daar gemaakt. Om even te kijken, maar eigenlijk is dat niet meer nodig nu. Maar we gaan alsnog, want misschien hebben ze leuke dingen. En anders kunnen we toch niet de winkel in. Dus begrijp onze kant. verder ga ik vandaag iets lekkers maken met Ash. Van die cinnamon rolls, dingetjes met Nutella in het midden. Helemaal geweldig. Ik heb het op een vlog van Carolyn en Jeremy Sheda gezien. Dus echt helemaal top. Dus die gaan we vandaag maken. En vanmiddag heb ik een crematie. Dat is wel iets. Iets minder leuks. Maar goed. Van die oude bewonster van het Hart van Groenewoud. A.k.a. collega. Of collega. Buurvrouw van mijn opa en oma. Dus dat is wel. Ik weet niet. Ik twijfel nog steeds of ik wel of niet ga. Maar ik denk dat ik wel gewoon ga. Maar ik vind het wel ergens een beetje kut. Maar dat is logisch. Het is een crematie. Het is geen feestje. Dus ik heb daar mijn kleding voor vanmiddag al over. Ik ga klaarleggen. Ik ga alleen even een jasje verwisselen. Het zwarte blazer. Helemaal zwart. Tegenwoordig hoef je niet meer zwart naar een crematie. Maar ik vind het toch wel het mooiste staan of zo op de een of andere manier. Ik weet het niet. Dat er iemand er echt op staat dat je kleur draagt. Dat is bij mijn overgrootoma. Het was echt dat we niet de rode moesten dragen. Maar haar favoriete kleur was gewoon rood. Dus toen heb ik ook allemaal gezegd van oké, we trekken allemaal iets roods aan. En dat heb ik dus ook gedaan. Dus dat is wel een dingetje. Maar goed, vanmiddag pas die crematie, maar dat is pas om 3 uur. 3 uur gaan we weg, 3:30 is iets voor 3:30 is de crematie pas. Dus ja, dat komt allemaal wel. Maar goed, we gaan de uitkleden. Oh my god, want om 9:30 moeten we weg. Want om 10:30 is die koffer niet meer eens overeind. Want om 9:30, ik mag mijn werk niet meer uit. Want om 9:30 of 10:30 is die afspraak. Dus ik ben benieuwd op het weer, jongens. Lang niet geweest. Überhaupt lang niet geweest, dus ik ben heel benieuwd. Oh my god, jongens, we zijn helemaal alleen in de poelweer. Dit is zo leuk. Het is gewoon helemaal leeg hier. Fancy. Leuk. Jeetje mina jongens, nou ja, we zijn inmiddels uit de poelweer. Ik heb een t-shirtje gescoord, een jasje, ik vind het meer een vest, ik vind het maar een jas. En deze. Maar, wat een drama daar jongens, echt. Ze lopen continu achter, we waren daar de enigste. Ze lopen daar continu achter je aan. Hij was wel aardig. Hij was wel heel aardig. Hij was aardig, maar irritant. Oh, hij liep de hele tijd achter ons aan. Ze liepen allemaal achter ons aan, überhaupt daar. Om je in de gaten te houden. Ja, die ene liep steeds achter ons aan. Die man? Ja. Ja, dat was echt irritant. Maar hij was wel aardig, dat wel. Het is echt drama. Oh, de metro komt. En we hebben een koffie gehaald. Goed, en inmiddels is het zaterdag. Ik heb gisteren niks meer gefilmd. Ik heb de camera ook thuis gelaten en al. Maar het is zaterdag. Er is gisteravond iets wat vervelends gebeurd. Zoals jullie een tijdje geleden al wisten, had ik een match op een dating site. En daar was echt een hele goede klik mee. We hadden het allebei heel erg gezellig. Maar op de een of andere manier liep het afgelopen week gewoon raar. En ik dacht, hé, wat is dit? Hoe kan dit? Waarom reageert hij anders op dingen? En het voelde heel afstandelijk of zo, heel kort af. En ik vond het heel, sorry hoor, mijn ogen zijn ook net wakker. Heel afstandelijk, heel raar. Nou, gisteravond, het is heel onslustig, want hij wil het ene en nu zegt hij in een keer, hij wilde het ene en nu zegt hij in een keer dat hij, ja, ik ga er gewoon niet eens op in. Dat zegt nu in één keer het andere. Maar dat kan, dat is gewoon normaal. Dat geeft niks. Maar ja, het was even kut gisteren. Kort, maar krachtig. Ik ga verder geen details. Het gaat ook verder niemand wat aan wat we besproken hebben. Maar er is geen date meer. Laat ik het zo zeggen. Dus ik had gisteravond even een kutavond. Maar ik moet zeggen, ik was echt binnen misschien een 30 minuten, kwartier of zo. Dus ik in één keer super happy. Ja, ik was helemaal niet boos, verdrietig of. Ik weet niet, het was een beetje raar. Maar ik voelde wel wat voor hem en dat was wel een beetje kut. Dat ik denk, shit. Weer niet, weet je, een derde keer.
dat ik op mijn bek ga. Dat het gewoon gezellig is en uiteindelijk of hoor je er niks meer van, of ze laat je vallen. Of in dit geval, ze zijn er in één keer nog niet klaar voor, dat ik denk, oké, nou het zal wel. Ik doe trouwens heel langzaam een gordijn open met een kop koffie in mijn hand. Een beetje link. Ja, ik heb vandaag eigenlijk weinig plannen. Het enige wat ik vandaag ga doen, is ik ga vandaag even naar... Kan ik mijn camera hier neerzetten? Oeh. Oh, nee dus. Daar ging ik bijna vallen. Hier ook niet. Nee. Het enige wat ik vandaag ga doen is heel even naar Ethos. Want ze hebben Zwitserdeo in aanbieding daar. Dus dat is top. En normaal zijn die dingen 7 euro per stuk. Is toch wel fijn dat dat in de aanbieding is. Die ga ik vandaag even halen in het centrum bij ons. En verder eigenlijk ga ik niet zoveel doen. Ik ben een beetje... Ik ben vanmorgen wel trouwens vrolijk opgestaan, ondanks alles. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ik heb er ook verder geen verdriet meer om ofzo, maar ik mis wel een beetje mijn routine, wil ik niet zeggen, maar mijn praatje. Dat was morgens het eerste wat ik deed, was in mijn berichtje sturen. En dat was gewoon gezellig. Op de een of andere manier, om dan te weten dat er iemand ook aan jou denkt, morgens een goeiemorgen zegt. Nou heb ik echt vrienden die dat niet echt doen. Of ze reageren 2 uur later, dan denk ik, ja, daar heb ik ook niks aan. Dus dat is een beetje kloten, maar voor de rest. Gisteren natuurlijk ook de crematie gehad, dus dat was ook een beetje omdat ik me een beetje kloten voelde gisteren. Dus overigens wel heel mooi. Heel verdrietig, ik had het even moeilijk, maar het was wel mooi. Dus ja, verder eigenlijk niet zoveel te melden. Ik voel me verder niet depri of sad of zo. Ik weet niet, misschien is het beter zo. Misschien had het ook gewoon zo moeten zijn. Dan dat we dit hadden voort moeten zetten. Ik weet het niet. Misschien wordt het later nog opgepikt. Ik weet het niet, jongens. Maar tot nu toe denk ik bij mij, het is prima zo. Ik ben er even klaar mee. Ik hoef even niks meer te horen. Dus ja, dat was het. Ik heb trouwens echt vet gele tanden de laatste tijd. Terwijl ik ze echt elke dag poets, maar dat is heel raar. Ik denk ik... Oh, de kachel gaat aan. Ik drink denk ik te veel koffie. Dat is echt wel een ding hoor, jongens, bij mij. Ik drink echt heel vaak heel veel koffie. Ik had trouwens de weekvlog zo editen. Die had eigenlijk moet vandaag online. Dus had eigenlijk al geëdit moeten zijn. Maar dat heb ik niet gedaan, want ik heb gisteravond niet meer gefilmd. Dus ik wil toch niks afsluiten. En jullie als toch alsnog even uitleg geven hoe wat daar gebeurd is gisteravond. Dus ja, ik weet dat sommigen ook kijken en me nu appjes gaan sturen als ze dit hebben gehoord. Maar alsjeblieft, doe dat niet. Ik zit er niet op te wachten. Ik wil het gewoon loslaten. Je weet nu wat er gebeurd is. Tenminste, je gaat niks aan wat er gebeurd is. Maar je weet nu dat ik hem niet meer spreek. Dus ik wil er ook geen vragen meer over horen. Of voor degene die dit zien. Het bestaat even niet meer, oké? Dus... Ga maar alsjeblieft niet bellen of appen van joh, wat is gebeurd en al wat erg en dit en dat. Oké, het is niet erg. Doet me ook helemaal niks meer nu eigenlijk, dus laat het rusten, oké? Ik vond het gisteren al kloten genoeg, dat het gewoon heel erg voelde als een soort vriend of zo. Het voelde echt gewoon als een heel close maatje, dat ik al jaren kende of zo. En dat is nu weg, dus dat is wel even kut. Maar goed, ik ga ook verder niks meer van me laten horen daarover. Ik ga nu in ieder geval... mijn edit laptop pakken en me zo aankleden. Straks even naar de Ethos. En nu gewoon even lekker deze vlog gaan editen op mijn gemak. Oortjes in, even lekker rustig, lekker wakker worden, koffie erbij. En genieten van de komende dagen, jongens. Ik heb vandaag vrij, morgenochtend werken, maandagavond werken. En de rest van de week nog niet volgens mij. Dus komt wel goed. Bedankt in ieder geval voor het kijken naar deze vlog. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je heel erg snel weer bij een nieuwe vlog. Doeg!